Raymond, om te beginnen, na ons vorige gesprek hier op Roland Garros, vorig jaar was dat, zei je dit. Er staat een doodongelukkig iemand op de baan. Ja, dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk om te zien. Voor mij vervelend, maar dat is het meest vervelende voor Kiek. Wat voor iemand staat er nu? Nou ja, nu staat er iemand op de baan die over het algemeen heel goed weet waar ze mee bezig is. Die niet wegloopt voor de problemen die ze heeft. Die ze tegemoet gaat, die ze aangaat, waar ze tegen vecht, waar ze mee worstelt. En waar ze op het moment hartstikke goed mee omgaat. Weet je wel, het werkt gewoon niet van, ga morgen maar de baan op en geniet er maar van. Als iemand dat in eerste instantie al niet doet. In Madrid moet ze ook nog even over de nek 10 minuten voor de finale. Maar dan kunnen we het wel meteen daarna hebben van oké, Kvitova. Wat hebben we ook alweer doorgenomen? Wat hebben we getraind net? Kun je het weer over tennis hebben? Ja, kun je het weer over tennis hebben. En kan je informatie kan ze meenemen op de baan. En die kan ze dan gebruiken. En dat is winst ten opzichte van grote delen van vorig jaar. Waar probeer je haar als coach nu verder naartoe te brengen? Wat is de volgende stap voor jullie samen? Nou ja, het traject is in die zin nu anders, omdat we het nu echt over tennis kunnen hebben. En dat, dat zijn jouw woorden inderdaad. En ik zal het ook vast wel een keer gezegd hebben. She has come out very well, striking the ball so authoritatively. Weet je, haar slagen zijn altijd goed geweest. Ik heb in die zin niet een betere tennisser van haar gemaakt. Weet je wel, het pakket was er altijd al. Alleen nu is er ruimte om het over situaties te hebben. Goh, ja, oké, Kiek, kijk vanavond even beelden. Dat deze bijvoorbeeld ook eigenlijk nooit van een tegenstandster. Omdat dat een confrontatie was met datgene wat morgen ging komen. Dus dat zorgde alweer voor extra druk. Ja, nu kijkt ze een kwartiertje, oké. En dan staan we gisteren in te spelen, half uurtje voor die wedstrijd tegen Sasnovic, klein voorbeeld. Ja, dan vraagt ze aan Remco, die dan haar inspeelt. Ja, kan je die backhand iets directer spelen? Want Sasnovic speelt die backhand iets directer. Als hij inserveert, zegt ze ja, niet te veel kick, serveren met iets meer slice, want dat is hoe zij serveert. En dat klinkt als hele logische dingen. Maar ja, we hebben echt periodes gehad dat of door de spanning niet kon, of dat ze dat niet wilde zien. En ja, het is super belangrijk. Zij moet het uiteindelijk doen op de baan. Dus hoe meer overzicht ze daarin krijgt, hoe meer ze tot optimale keuzes kan komen op de baan. En dan staat er nog steeds iemand aan de overkant die heel erg goed kan spelen. Maar dan kom je denk ik echt bij waar ik denk dat je wil zijn. En dat is dat je alleen nog maar van iemand kan verliezen als die beter tennist op die dag. En dat is een utopie, want soms is je lichaam niet oké, soms is je geest ook niet oké. Maar dat zou wel de basis uiteindelijk van je jaar moeten zijn. Dat 80% van je nederlagen komen doordat je tegenstander op die dag beter tennist. En niet uit andere dingen. Tot slot, wanneer is Kiki af? Poeh, dat is een hele goede vraag en een hele, hele moeilijke vraag. Ik denk niet dat we dat nu kunnen, dat ik daar meer zinnigs op zou kunnen zeggen dat als Kiek in staat is om dit nog een jaar of 2-3 vol te houden. Het werk wat ze nu levert en de manier waarop ze er nu mee bezig is. En dat is zwaar genoeg. Want als we het over trainingsdagen hebben, we hebben het over 3-4 uur tennis, 1,5 uur conditietraining. En nog een uur of 1,5 uur yoga 's avonds. Dus er is echt nul ruimte voor iets anders. Als ze dat weet vast te houden, dan is ze af. En waar dat uiteindelijk dan toe zal leiden, dat zien we dan wel. Kiki Bertens.